Dat de multiculturele samenleving mislukt is, dat is geen nieuws. Dat het de schuld is van de PvdA, is ook geen nieuws. Maar dat de PvdA-kiezer ook vindt dat het de schuld is van de PvdA, dat is nieuws. Dan komt het mislukken van de integratie toch echt door u, ook, zegt ook uw eigen kiezer. Ik las het, 82%. Nederland wordt wakker. Nederland heeft er genoeg van. Nederland. Maar ook de PvdA-kiezer, want die zeggen het nu zelf ook. Ja, zijn ze er nog? Niet veel meer, hè? Nee. Ik moest erg denken aan dat liedje van Jeroen van Merwijk. Alles is de schuld van Wouter Bos. Ja. Dus wij moeten nu Wouter Bos eventjes opleiden om hierop te reageren? Weet ik niet. Ik zeg niet dat alles gelukt is. Wat ik belangrijk vind is... Dan is het mislukt. Wat ik belangrijk vind is dat we een beetje in een fatsoenlijke samenleving met z'n allen wonen. Is het nou gelukt of mislukt? Ik zeg dat het... Een samenleving is waar ik... Nee. Is het nou gelukt of mislukt? Ja, maar ik ga over mijn eigen antwoorden. Is het... Je moet dan wel antwoord geven op mijn vraag. Nou ja, ik doe een poging. Henk. Dag Henk. Integratie mislukt dankzij jou. Volgens mij moet er nog veel gebeuren op integratiegebied. Mislukt. Maar gaan er ook nog wel vaak dingen goed? Het gaat altijd iets goed, maar het is mislukt. Gelukkig. Nee, die conclusie zou ik niet willen trekken. Heb je de peiling gezien van Maurice de Hond? Daarvan zegt zelfs jullie eigen achterban de schuld van de PvdA. Ik zie veel peilingen van de hond. Deze weet ik niet precies. Maar... Toevallig net niet deze zeker. Maar deze nee, maar hij heeft ook wel veel. Hè? Nou goed, iedereen heeft daar zijn eigen beleving bij, meneer Castricum. Dus dat is het hele punt van het onderwerp. Wat is jouw beleving? Gelukt of mislukt? Nou ja, als ik in mijn eigen omgeving kijk, ik ben woordvoerder hoger onderwijs. Ik zie wel heel veel jongeren die het hoger onderwijs bereiken, om maar een voorbeeld te noemen. Dus... Maar kun je zeggen of het mislukt is of gelukt is, de multiculturele samenleving? Het is niet mislukt. Dus gelukt. Maar we zijn er nog niet. Dan is het natuurlijk nu wel de ironie dat u het binnen de eigen fractie eigenlijk al niet eens voor elkaar krijgt, hè, die integratie. Dus ja, hoe moet dat nou in het land? Ja, dat lukt ons binnen de huidige eigen fractie overigens best goed. Maar... Ja, door ze eerst uit te flikkeren, ja. Dus dat doe je in het land ook. Nou, goed, dat doe je dan weer niet. Dat liep op een andere reden, liep dat mis. Dat had wel een zijdelingse relatie met het vraagstuk wat je nu hebt. Kijk eens, daar hebben we de groep Koel. Even een vraagje jongens, de integratie dat het mislukt is, zou de schuld zijn van de PvdA, daar kunnen jullie over meepraten, hè? Ja. Zelfs binnen de fractie van de PvdA mislukt, toch? Willen we daar over praten jongens, inmiddels al? Willen we überhaupt praten? Het is natuurlijk nu omgekeerde integratie geweest, doordat twee collega's de Partij van de Arbeid-fractie hebben verlaten. Ja, als je het al in je eigen fractie niet voor elkaar krijgt. Nou ja, natuurlijk op zichzelf treurig genoeg dat deze twee mannen... Het idee hadden dat ze beter voor zichzelf konden beginnen. En ik moet zeggen dat hun optreden tot nog toe... nou niet echt de integratie bevordert in het land. Dat vind ik niet zo aardig om me daarover uit te laten, maar... Wil je altijd aardig zijn dan? Ja, het is december. Politiek, hè, dit? Kom op. Oh ja, het is politiek. Een grote mensenwereld, hè? Het integratiebeleid is mede dankzij de PvdA een grote flop geworden.